Dit is het moment dat je kunt pakken. Schoot hem hier, kijk, bekijken. Haar en overeind staan. Ja, mannen, jullie staan bij een verkeerd stadion. Nee, gewoon een kaartje ophalen en dan gaan we er een mooie dag van maken. Ja, laat eens even zien. Hoe ziet dat kaartje eruit? Ouderwets, zoals het hoort. Ik ga ervan uit dat jullie misschien ook wel een paar biertjes gaan drinken. Wat wordt de tactiek van het kaartje goed bewaren? Gewoon achter de rit. Ja, je ziet eruit alsof je straks op de middenstip staat. Nee, ik zit op de bank. Ik start op de bank. Ja, zijn sokken verloren. Misschien voor de publiekswissel, dan mag ik meedoen. Maar hey, vanavond een moeilijke wedstrijd denk ik wel, hè? Kijk, het is fantastisch toch als je op infield gewoon 4-0 wint gewoon. He, dan kun je jaren lang... 4-0 wint? Ja, 4-0 winnen. Dan heeft Liverpool gewonnen. Hè? Als je 4-0 wint... 0-4, hè, wijsneus. Hè. Ja, en als de kaarten zijn opgehaald, dan verzamelen de meeste Ajax-fans zich hier achter mij op Concert Square. En zoals we de Ajax-fans kennen, zitten ze vol zelfvertrouwen en is één ding duidelijk. Ajax gaat winnen van Liverpool op Anfield. Die gaan wij winnen. Waarom? Heb je Liverpool vorige week gezien? Uit tegen Liverpool. Dat gaat hem toch niet worden, of wel? Maar niet. Tuurlijk wel, man. Zeker wel. Waarom dan? Ajax in vorm, Liverpool niet in vorm. En bij mij is het altijd, gedurende de dag krijg ik steeds meer vertrouwen in. Dus ik zit nu op 1-1-1-2, zo'n beetje. Dus als we jou over een paar uur spreken, dan is het 0-3? Dan lopen de Polonaise en daar zijn we al door. Wij moeten zorgen voor 100% steun aan die 11 man die er op veld staan. Daar moeten wij voor zorgen. Daar beginnen we nou mee, maar dan moeten we vanavond helemaal afmaken. Met de grond gelijk maken. Nou, dit is het moment dat je kunt pakken. Schoot hem hier, kijk, bekijken. Haar en overeind staan. We gaan ze helemaal kapot spelen. Robertson is er niet. Tadic, gebekritiseerd door iedereen. Die gaat er gewoon 3 maken vanavond.